Dit is nieuwsuitzending nummer 168. En die gaat over het boek Rulers of Evil, geschreven door Frederik Tupper Saucy. Ik heb net wat gegeten. En Rulers of Evil, dat betekent de heersers van het kwade. En daarvan is het uitzending nummer 10. En we gaan nu Jurk Gliesman bellen. En dan gaan we het samen verder bespreken. Hallo. Oh, daar ben je wel. Oké. Okay. Ja. Ik dacht bijna dat je weg ben wil. Ik. Ja. Ik hoorde soms gelijk een check out the box. Als je mij belt, dan ben ik er. Ja. Nee, het werkt allemaal. Ja, niet dat jij het niet opneemt, maar... ik heb gewerkt in de ICT en ik weet, dat zeggen ze op het Nederlands, een fout zit in een klein hoekje. Mm. Voor hetzelfde geldt geen verbinding, ja. Well, in Skype zitten veel fouten en veel problemen die vooral gemaakt zijn om conversaties zoals in onze tegen te houden. Ik heb in het verleden heel veel ervaring daarmee opgedaan dat onder andere in de lezingen van Tom Fress van Romanism and the Reformation... En video's die wij vroeger opgenomen hebben, Hour of the Truth en zo, dat daar ineens alles wegviel, compleet wegviel. Ja. Kijk, ja, den punt is, wij moeten ons steunen op dingen die niet van ons zijn. Wij hebben nog die computers gebouwd, nog die programma's geschreven, nog onderhouden wij het internet, nog hebben we daar enige invloed op. We zijn gewoon maar klanten, die dat dan ook nog gratis gebruiken. Mhm. Allee, gratis in dat opzicht van die programma's, want Skype moet je niet aankopen en zo van die dingen. Mhm. En dus ja, als je iets gratis krijgt van uw vijand, dan mocht je dan een keer over napijzen wat dat waard is. Ja, en aan de andere kant, de kwaliteit van het internet en hoe het allemaal werkt, dat hebben wij gedaan. U gaat mij op Evelse Belgisch. U gaat mij niet vertellen dat Bill Gatjes ooit geprogrammeerd heeft. Nee. Bill Gates is maar een figuur die daarvan voorgezet wordt. Ja, en die andere mensen die konden er ook helemaal niks van. Nee, daar moeten we niet over gaan spreken. Dat weten we precies, wel. Maar uiteindelijk, die mensen die deze dingen in het leven geroepen hebben, gelijk het internet en al deze dingen. Die zijn niet de vriend van Christus, maar de vijand van Christus. Nou ja, het internet en alles, we dwalen natuurlijk een beetje af. Maar dat het zo goed werkt, dat komt gewoon door gewone mensen. Unix is geschreven door twee huisvaders. Dat waren mensen met kinderen. En die werkten voor AT&T. En die hebben dat gewoon in hun vrije tijd geschreven... En die gingen naar hun baas toe en die zeiden van nou, als je dit nou eens gaat gebruiken, dan gaat de business veel beter. En die baas die was gelijk helemaal bang en die zei, ja, wat wil je hiervoor hebben? En toen zeiden die mensen, ja, in principe niks, voor zover je het door gratis geeft aan het onderwijs. En toen kreeg iedere educatieve instelling, die kreeg gratis een Unix. En je gaat mij niet vertellen dat dat slecht is. Dat is alweer over jaren 60. En dat werkte en Unix werkt nog steeds ontzettend goed. Geen twijfel over mogelijk. Oké, want dat is het systeem. Dat is niet dat wat geleerd wordt dan. Ja, ja dus wat Bill Gates... De punt die ik wil maken is gewoon van... Kijk, daar is één institutie op deze aarde... die voor zich in beslag neemt... het enige recht te hebben om kinderen op te leiden. Om de educatie van iedere mens op zich te nemen. En dat is niet de kerk van Christus. Oké? Okay? Kate White, voilà. Zou ik bijna zeggen. Dat was de enige punt die ik wilde maken. Ik kan daarmee niet zeggen dat alle programma's slecht zijn. Maar kijk, zonder het internet had ik waarschijnlijk nooit niet te weten gekomen wat ik nu weet. Inderdaad. Ik zeg waarschijnlijk, ik weet het niet, want God leidt mij in al die dingen. Ja. En als hij mij naar de waarheid wil leiden, dan vindt hij andere wegen. En als dat te doen, dat heeft hem voor het internet ook met mensen gedaan... Mijn punt is gewoon van, ik heb het op die manier in feite gemakkelijk gehad en vandaag reken ik erop dat ik het internet kan gebruiken voor die dingen die ik doe. Uh-huh.
Maar ik gebruik in feite hier de autosnelweg van de Weiland om mijn boodschap van A naar B te brengen. Hè? Ja, dat is zonder meer zo. Zo, en dan, ja, zijn we het helemaal maak ik gebruik, eens, want, ja. Dan maak ik gebruik van bepaalde programma's en onderdelen van de Weiland om dat te doen. En natuurlijk gaat hij dat hier en daar een keer storen en interfereren. Ja. En wat hij vooral ook belangrijk vindt, is wat wij te vertellen hebben. Ja, dat neemt hij sowieso allemaal op. Ik bedoel, ik heb een recorder lopen, jij hebt een recorder lopen, maar zij hebben ook minstens ene lopen, hè? Ja. Dus. Heb jij ooit die... Wat die van ons al eens een keer kan mislopen, kan die van hun nooit niet mislopen. heb je ooit zo'n foto gezien van het gebouw van het NSA? En dat is er maar één, hè? En de NSA, daar heb je zo'n zwarte kubus, zo'n een of andere toren. Ik weet niet wat ze daar in Utah aan het bouwen zijn, of wat? Ik weet niet, het was een ding, dat was helemaal af. En het leuke was het aantal parkeerplaatsen. Mm. En het aantal vierkante meters. Dat waren gewoon echt... En waarschijnlijk dan de onderdanen of de onderofficieren, die moeten aan de buitenkant parkeren. Ja, die moeten wel een kilometer lopen voordat ze eindelijk bij de portier zijn. Nee, om er even over te lachen. Kom, zullen we oppakken? Want ik heb minimaal acht pagina's kunnen we pakken. Absoluut, ja. Ik heb je daar juist een bestandje doorgestuurd dat je gezien hebt op Skype zeker. Ja, die zag ik net binnenkomen. Heb ik niet bekeken, maar... Ja, dat moet je ook niet bekijken. Dat kunnen we later een keer opdoen, want als we in Rulers of Evil direct verder gaan, dan is er dat citaat van Luther, wat daar in Engels is, in Rulers of Evil in Engels, dat is hier vertaald naar het Duits. Aha. En dat is misschien interessant of makkelijker om dat uit het Duits naar het Nederlands te vertalen. Of in elk geval, ik geef je dat eens een keer dat je dat niet hebt. Dat is al. Ja. En voor de rest doen we gewoon verder waar we waren. Hè? Ja, dus, precies. En wat ik dus nu. Ik heb echt van tevoren ben ik er doorheen gegaan. En woorden die ik echt niet kende, die heb ik even opgezocht. Dus daar moet ik dan wel uitkomen. Mm. We moeten hem even oppakken bij Cosimo de Medici. En die had hele grote hoeveelheden van heidens materiaal in zijn bibliotheek in Florence. Dat was de bibliotheek van de Medici Library, de bibliotheek van de Medici. En waar pakte jij nu precies? Oh, waar we gebleven waren. Dacht ik toch echt hoor? We waren gebleven met die opmerking over. Pak een klein stukje terug zoals Tom Fresh ook altijd doet. Ja, ik dacht dat je het eventjes een keer voor onze luisteraars wilde zeggen, pagina zo en zo. Oh ja, pagina 23 zijn we gebleven. Oh, in het boek, ja, niet in de pdf. Pdf is dat ja. 46, hè? Ja. En dan onderaan is de laatste, daar zijn we vorige keer gebleven bij Protagoras. Daar heb ik ook nog wel wat over te zeggen, maar dat doe ik denk ik nu maar niet, want dan dwalen we alleen maar af. Maar dat is dan dat de mens, dat is de maat der dingen. Homo mensura. Dat is een... Maar daar waren we gebleven. Man is the measure of all things, ja. Oké, okay, einde van 23, ja. Okay. En dan de definitieve architect van die bibliotheek, dus het bibliotheekgebouw, dat is heel verrassend, dat is Michelangelo. En hij verwelkomde studenten die... in de faveuren stonden van het pausdom. Deze studenten, niet verbazend, begonnen snel het pausdom, het paus zijn, na te doen, om zich meer te concentreren op de mensheid dan op het Oude en Nieuwe Testament. Dus meer mensen gecentreerd in plaats van Christus gecentreerd. Ja. Daar heb ik daar qua gezondheidszorg niks mee, geen moeite mee, maar... Dit is geen gezondheidszorg. En die filosofische invloed van de bibliotheek van de Medici, die was zo ongelooflijk sterk, dat zelfs studenten tot daar... vandaag de dag het beschouwen als de kribbe van de westerse civilisatie. Maarten Luther die zag in dat leren tegen leren was de toekomst van het christendom. Ja,
En dat heeft hij geuit in zijn oproep aan de heersende klasse. Waarin hij schreef, nogal profetisch. Hoewel onze kinderen leven in het midden van een christelijke wereld. Zij faint and perish in misery. Dat is allemaal narigheid. Want ze hebben gebrek aan het evangelie. Waarin wij zij zouden moeten trainen en moeten laten oefenen heel de tijd. Ik zou niemand adviseren om zijn kind te plaatsen op een plek waar de schrift niet heerst. Scholen zullen wijd open hekken van de hel zijn. Dat zullen, ja, een beetje lelijk vertaald. Als zij niet fatsoenlijk de heilige schrift engraveren in de jonge harten. Elk instituut waar mensen niet steeds meer bezig zijn met het woord van God, zal corrompteren. Zo. Nou, dit, niet hoofdzakelijk met het woord bezig zijn, ja. Zou uiteindelijk corrupt moeten gaan worden. Dat moet corrumperen, ja. Ja, nu, dit is. Dit komt dus uit een schrijven van Luther van 1520. Uh-huh. Waar ik op mijn kanaal verschillende video's over gemaakt heb. Ik heb een keer twee video's gemaakt, An Hour of the Truth. Uh-huh. In het Engels daarover. Uh-huh. En dat andere was in Duits. En dat heb ik je hier gegeven. Uh-huh. Ik ga dat lezen. Niet nu, maar ik ga het wel lezen. Ja, nee, das ist gewoon de vertaling van dat wat je juist gezegd hebt in het Nederlands, dat is gewoon die vertaling van het Engelse hier in het Duits, wat dat aangaat. Mhm. Maar den punt is dus, Tapas Horsi zegt dat dat gefunden is in dat schrijven van Luther van 1520. Mhm. En dat maakt onderdeel uit van zijn werk van de Babylonische gevangenschap. Mhm. En noemt an den christlichen Adel deutscher Nation zur des christlichen Besserung. Aha. En daar heb ik dat niet in gevonden. Ik heb dus dat schrijven, dat werk van Luther in het internet wel gevonden, uh-huh. Maar dit citaat is daar niet in. Ah, oké. Okay. Ja? Nu, ik weet niet of dat eruit genomen is, of dat daar vroeger in was. Uh-huh. Ik was er niet bij. Uh-huh. Ik heb het ook in het internet nergens niet gevonden, uh-huh. dat in dat werk in is. Maar niet des te min ga ik elk woord van wat Luther zou gezegd hebben in 1520 over wat jij juist voorgelezen hebt, uh-huh. zou ik vandaag in 2017 zonder twijfel direct ondertekenen. Want het is waar. Ja. Of dat nu ergens te vinden is of niet. Het is waar. Ik heb mijn dochter, die heb ik naar de HAVO moeten laten gaan. Jij weet het al een beetje, maar de luisteraars misschien niet. En ik heb erop toe moeten zien hoe zij moest deelnemen aan toneelstukken met seks erin. Seks was het onderwerp. En zij was 11. De gates open, wide open gates of hell. Een gaatje, een wijd open gat naar de hel, zou ik bijna zeggen. Mm-hmm. Het is echt, dat is zo. Je moet er maar tegen kunnen, hoor. En mijn dochter die had iets van, ach pap, ik gedraag me toch. Ik kijk ernaar en ik doe er verder niet aan mee. Ja, jouw dochter heeft dat misschien allemaal nog overleefd in een normale tijd. Laat ons maar zeggen, maar het wordt van jaar tot jaar erger. Ja. Ik heb daar enkele video's opgeladen op mijn kanaal en ook. Dat zijn Spiegel-video's van Klagemauer TV. Aha. Daar doe ik ondertussen niet meer, want die hele organisatie van Ivo Sasek is ook gecontroleerde oppositie, maar niet des te min. Die hebben dan nog enkele dingen gebracht over de vroege seksualisering van onze kinderen. En dat werken gelijk dat boek van Kinsey-rapport en zo. Dat deze werken aan de basis liggen van wat vandaag de leerplannen op gebied van seksuele opvoeding voor onze kinderen in de scholen zijn. Ja, ja, ja.
En als men zich daar een beetje mee bezighoudt, wie Kinsey was, en wat het Kinsey-rapport inhoudt en hoe dat tot stand gekomen is, ja, dan heb je natuurlijk mensen die becommentariëren op mijn video's ook van, ja, maar dat is toch allemaal niet erg, wij hebben toch ook seksuaalkunde in onze school gehad en alles erop en eraan. Nou ja, alsof het nodig maar is. In Duitsland zijn daar leerplannen in dat al kinderen van 5 jaar in de kindergarten elkaar naakt moeten gaan uitkleden en aan de geslachtsdelen aanraken. En jongens, dat je bij kan mij... er niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar ik vind dat nu helemaal niet grappig. Ik vind dat nee, maar ik vind het ook niet grappig. Laten we daar eerlijk over zijn. Ik vind het heel erg. Want die drempel, die valt altijd maar meer en meer. Ja. Ik geef je een keer een voorbeeld. Ik kan me nog heel goed herinneren dat in de jaren 50 Lorraine Bacall een mooie Amerikaanse actrice was. Ja, en als die met Gregory Peck een of andere film gedraaid heeft en ze hebben ze zich dan met een dikke Franse kus gegeven op het einde van een of andere scène in die film, dan was er toen in de Verenigde Staten van Amerika een opstand. Ja, maar dat lijkt me dat nog wel kun je niet laten zien. Een French kiss, waar je nog niet eens de tongen of zo ziet bewegen. Versta je wat ik wil zeggen? Vandaag de dag lopen de wijven en de mannen naakt door het beeld met een stijven daarbij en alles erop en eraan. En 6-jarige kinderen kijken daarna. Ja. Ja, het is een aparte beweging. Dat ben ik zonder dus het eens. Punt is, hoe dat onze moraal staven binnen 60 jaar van een kus op een bioscooplijnwand dus een groot te kunnen gaan tonen, gevallen zijn als je lekker kijkt naar wat het vandaag daar is. En als je die programma's ziet, die namiddags om 5, 6, 7 uur, dus rond deze tijd en een uurtje of 2 daarvoor, in de tv gaan lopen, en je weet dat daar kinderen van kindergartenleeftijd, en ook ouder, tot en met 10 jaar, en weet ik veel wat daar rond zitten en dan allemaal kijken, dan moet men zich niet afvragen waar al dat gewereld en dat zedeloosheid in onze wereld vandaan komt. Ja, daar ben ik totaal met je eens. En ik zie dus ook dat er kinderen zijn die dat inzien en die dat echt gek vinden. Die ook de kinderen die meedoen gek vinden. En die zeggen gewoon, ja, dat zijn gekke kinderen, want die doen eraan mee. En die kinderen waar ik door, die van mij bijvoorbeeld, voor mij, ja, die heeft dus nu een vriend, dat is al bijna 2 jaar. Dat is gewoon de eerste vriend. De vraag is of het goed gaat. Er gebeurt misschien van alles. Maar die doet niks geks. En haar vriendenkring ook niet. En die weten allemaal wel van die internetporno. Dus ja. Dus één manier om een hekel te krijgen aan slagroom is het om het 3 keer per dag te gaan eten. En dan hou je er vanzelf mee op. Oké, ik ga weer verder lezen. Het was één ding om leren tegen leren en om dat aan te bevelen. En het andere was om dat te beheersen in zijn vele dimensies. Leren tegen leren, dat was niets meer dan een oorlog voeren tegen de Bijbel. En om zo een oorlog te voeren, had het pausdom een nieuwe priesterlijke orde nodig van pauselijke soldaten, opgetraind om een psychologische wapens te kunnen bedienen in een strijd tegen het menselijk denken. Maar als eerste, dan wordt het spannend, moest er een generaal komen. En de man die ze uitgekozen hadden om deze aanval op de Bijbel aan te voeren, dat was een heroïsche avonturier van het trotse Baskenland in het noorden van Spanje. Zo, dit heb ik mooi vertaald. Een swashbuckling heb ik nog even opgezocht bij Translate. Dat was, en jij weet de naam al, hè? Dat is op de volgende pagina, denk ik. Want dan komt hij. En Baskenland, daar had ik toch even over nagedacht. Want dat wist ik dus niet, dat het echt uit Baskenland kwam. Maar dat is het land van de Rhesus Negativa. Dat is eigenlijk een van de meest geconcentreerde gebieden van het Rhesus Negativa gen. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet.
En dat racers negatief, het maakt me ook niet uit of ik racers niet negatief ben, want dat is een of ander apengen. Dat komt van de racersaap. En mensen die dat dan niet hebben, die wonen dan in Baskenland. Ah, zo. Ja, vreemd. Oké, okay, nou heb ik het plaatje in beeld van Ignatius de Loyola. Want daar gaat het op. Inonjo heet hij op zijn. Inyongo. Inyongo moet je denk ik zeggen. Inigo. Nee, er zat een dingetje boven. Er zat zo'n slingertje. Ja, maar dan zet je Inigo. Maar Inigo. Okay. Whatever. Ignatius is de verlatijnzing van, ja, van zijn naam. Ja, precies. Zijn naam is verlatijnzing. Ik heb hem altijd Inigo uitgesproken. Dat mag dan verkeerd zijn wel. Ja, precies. Dat maakt ook niet uit. En het hoofdstuk is hoofdstuk 5. Afspraak te Cyprus. En zijn naam was Ignatius de Loyola. Dat zou ik zo maar zeggen. Hè? Hij is geboren in 1491 binnen een rijke familie. Hij was de jongste van 8 jongens. Eén van de 13 kinderen. En zijn oudere broeder die was meegezeild, meegevaren naar de nieuwe wereld. Dat is dus, waar ging die ook weer naartoe? Met Christopher Columbus. Dat was toch ergens Midden-Amerika of zo, hè? Ja, ja, die zijn ja daar voor de Amerikaanse kust van de Noord-Amerikaanse continent ergens benannt. Hè? In de Cariben daar ergens. Daar. Santa Maria, hoe dat daar allemaal noemt, dat weet ik niet. Dat speelt ja ook allemaal geen rol. Maar het is in elk geval zo dat ons in de officiële schoolboeken geleerd wordt dat Christopher Columbus Amerika gevonden heeft, ontdekt heeft. Ja. Ja? Die heeft niks ontdekt. Nee, hij werd er naartoe gestuurd. Die wisten al lang dat Amerika daar was. Ja. En hij werd daar gewoon naartoe gestuurd om alle nieuw gevonden landerijen de paus onderdaan te maken. Ja. En te schenken aan niet alleen de moederkerk, maar vooral aan de, tussen aanhalingstekens, de moeder van God, de maagd Maria. Oh. En daarom zijn al die landen die daar nieuw gevonden worden, allemaal gewijd aan Maria. Ah, oké. Okay. Net als Maryland ook. Even voor de luisteraar. Ik wist het al, maar voor wat de luisteraars. Denk je waarom naam Maryland vandaan komt? Ja, is gewijd aan Maria. Ja. Ja, aan Mary. Precies. Oké, okay, ik lees weer verder. Ignatius de Loyola, dat was een page binnen het hof van, van koning Ferdinand en koningin Isabella van Spanje. Hij raakte bevriend met koning Ferdinand, zijn Belgische kleinzoon, Charles Habsburg, wiens andere grootvader een de heilige Romeinse keizer Maximiliaan was. Nou zeg, de heilige Romeinse keizer was een soort van seculaire paus, maar ik vind het niet zo'n mooi woord, maar burgerlijke paus, die toezag over de christelijke koninkrijken van de westelijke wereld. Charles Habsburg was, even kijken hoor, ging het ook weer. Charles Habsburg raakte tot grote rijkdom voor zijn 21ste verjaardag, doordat zijn twee grootvaders doodgingen. En dat alles binnen een tijdsbestek van 2 jaar. Hij werd naar grote autoriteit bevorderd, niet rijkdom, hè? Autoriteit. Ja, autoriteit, ja, 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 precies. Maar hij erfde dat. Zijn grootvaders gingen dood en hij kreeg dat, ja. Hij kreeg dat land. Hè? En van Ferdinand, de koning Ferdinand en Charles Habsburg. Even kijken hoor. Door Ferdinand heeft Charles Spanje geërfd. Exact, ja. En van Maximiliaan erfde hij het Heilige Romeinse Rijk. En Charles Habsburg was koning Charles de Eerste van Spanje. En daarmee de keizer Charles V van Rome. En hij was de meest machtige burgerlijke figuur, of economische figuur,
in Europa. En hij was de vriend van Ignatius. Nou, als je rijke vrienden hebt, dat is het allerbeste idee voor het toekomstig leven. Ja? Dat hij nu een vriend was van Ignatius, is des te opmerkelijker belangrijk om te onderhouden, om te onthouden, omdat Ignatius in hetzelfde jaar geboren is als Martin Luther. En omdat Karel de Vijfde diegene was voor wie Luther 1520 in Worms heeft moeten verschijnen. Oké. En deze Karel de Vijfde was een vriend van Ignatius de Loyola. Dus in 1520 verschijnt Luther voor keizer Karel de Vijfde in Worms en moet al zijn heretische, ketzerische werken herroepen, wat hij niet doet. En gelijktijdig is diene Karel de Vijfde vriend van die persoon die later de Counter-Revolutie opricht. Yep. Ja, dan weet je wel hoe laat het is. Ik pak hem door op het volgende pagina. Pagina 28. In 1518 was Ignatius een deel van de wetgeving die onderhandelde met, die onderhandelde namens Karel de Vijfde met Spanje, haar traditionele rivaal Frankrijk, bij het hof van de hertog van Najera in Valladolid. Terwijl het hof in sessie was, heeft Catharina, de zuster van de keizer, die werd gerepresenteerd door het Najera-hof. Ignatius werd verliefd op haar. Hij was 27 en zij was 11. En de keizer, dat is dus Karel de Vijfde, neem ik aan. Ja. Die was 18. Ze zijn niet getrouwd. Dus hij, Ignatius de Loyola, die was 27 en die werd verliefd op een 11-jarig meisje. Ja, een beetje een gelijkenis met Mohammed en Aisha. Ja, ongelooflijk, man. Volwassene mannen die op kinderen vallen. Ja. Bizar. Ja. Is iets wat in de Romeins-Katholieke kerk helemaal niet bizar is, maar de norm. Ja, ik vind dat, ja, ik heb er niet zoveel met, maar ik vind het echt, ik heb het, ja, net, maar wij vandaag zijn pas, vandaag pas heb ik dat gelezen, hè, want ik heb dat allemaal voorbereid, ik heb al die pagina's doorgelezen. Toen dacht ik echt van, nee, dat meen je niet. Ik kom voor even. Wij hebben ja ook geen katholieke mindset, Perry. Wij denken niet zo, maar die denken zo en die vinden daar niks mis mee. Dat zie je toch aan al die pedofilie-schandalen dagelijks die in de krant staan. Ja. Maar je kunt een katholiek elke dag een bladzijde 1, bladzijde 2 of bladzijde 3 hoofdding artikel laten lezen uit de krant over pedofilie in de Romeins-Katholieke kerk. Dat eerste wat die zondagsmorgens doet als de klokken luiden, is naar de kerk gaan lopen, hè? Het is zo mooi, ik ga het weer even doorlezen. Maar ik heb er al bij stilgestaan in een essay wat ik geschreven heb. Dat ging over Benedictus de 16e, als ik het goed heb. Mm-hmm. En die heeft dus in de tijd, toen was hij nog niet eens paus. En toen heeft hij in de jaren 60 heeft hij opgesteld dat als een priester zich vergrijpt aan een kind, dan geldt dat als een zonde. En die worden vergeven. Als je een priester aangeeft, is dat een burgerlijk misdrijf. En dan word je aangepakt. Heeft hij dan netjes in het Latijn opgeschreven. Ja. Daar was een paus die gezegd heeft van, als je op kleine jongens valt, dat is even erg als je handen wrijven. Ja. Ik snap niet waar die mensen die wijsheid vandaan halen. Ik lees weer door. Op maandag 20 mei 1521, terwijl hij een garrison, dus een eenheid, aanvoerde bij het fort van de hertog in Pamplona, werd Ignatius geraakt
door een Franse kanonsbal. Zijn rechterbeen werd versplinterd. En daarmee, omdat een goed gevormd been was een belangrijk bezit voor een courtier, had hij allemaal verloren. Een Casanova, zeg maar. Een Casanova, ja. Waren zijn vooruitzichten op een romantisch leven met Catharina, dat 11-jarige meisje, of met enige andere vrouw, verkeken. Een ere garde van de Franse soldaten hebben de gewonde kampioen op een stretcher naar het kasteel gebracht van zijn familie in Spanje, in de Pyreneeën. En chirurgen hebben zijn been, ja, wat is butchered? Waren zijn been min of meer aan het afslachten. Ja. En hebben geprobeerd die beenderen recht te zetten. Ja. Hij verloor zijn appetiet en was nogal eigenlijk de dood heel dichtbij. Ja. Er maakte dan een confessie en werd de laatste rechten gegeven, dus het sacrament van de zieke genezing, bij wijze van spreken, zoals we dat in de Romeins-Katholieke Kerk noemen. Mm-hmm. Maar een paar dagen, juist na de feestdagen van de heilige Peter en Paulus, werd hij uit de grepen van de dood bevrijd. Ja. En hij crediteerde deze herstelling aan zijn toewijding aan de heilige Petrus. Ja, aan Petrus. Ja. Bizar. Ignatius bleef erbij. Ignatius bleef te bed liggen voor bijna een jaar. Dit vind ik moeilijk te vertalen. Under the concerned if distant eye of the youthful onder het toezicht van de jonge keizer. Onder het bezorgde toezicht van de jonge keizer. Ja. Dus die uit de verre een oog op hem had. Ja. Bracht hij die tijd door om searching for substitutes for the shattered ideals, ambitions and values that had been so central in his life of himself. So ja. Heeft hij gezocht voor vervangers. Ja. Om uitgesplinterd waren. En zijn ambities en zijn waarden, die zo centraal voor hem en zichzelf gestaan hadden, om daarvoor voor vervanging te zoeken. Ja. En hij staarde obsessief naar een klein beeld van Sint Catharina. Dat is dus dezelfde naam. Of ik het even check hoor. Ja, dat is ook Catharina. Nee, die vrouw is Catharina. En dit is Catharine. Oké. Ja. Ja. De heilige Catharina. Ja, de heilige Catharina. Een geschenk van koningin Isabella aan zijn schoonzuster. Het beeld brak in hem. Het beeld veroorzaakte dromen van Catharina. Met een adus. En dat maakte zijn hart desolaat. Hij voelde zich helemaal eenzaam. Ja. Hij wilde zich verliezen in boeken. Ludolf van Saxony, zijn leven van Christus, en Voragine, zijn leven van de heiligen, de enige twee boeken in de familiebibliotheek, ondanks het feit dat een Spaanse Bijbel aanwezig was geweest voor 40 jaar. Dus hij las alleen maar die twee boeken en niet de Bijbel. Daar komt in plaats van de Bijbel. In plaats van de Bijbel. En dat hij dus al 40 jaar ter beschikking stond in die bibliotheek is opmerkelijk. Omwille van dat natuurlijk normaal gezien
het bezitten van een Bijbel verboden was. En dat hij sinds 40 jaar daar was, daar zijn we denk ik al in een ander gesprek op ingegaan, dat 1478 die Spaanse Bijbel gepubliceerd was. Dus we spreken hier over 1518, ja? Dus 40 jaar daarna. Dus die Spaanse Bijbel was van begin af aan in die hun bibliotheek aanwezig. Ah, 1521, dus we spreken over iets meer dan 40 jaar. Hè? Dus na die Bijbel is 1478 uitgekomen en we spreken nu over het jaar 1521 of 1522. Ja, ja dat is echt wel 40 jaar. Dus, maar dat is maar vlak daarna. Ja. Hè? En dus in die bibliotheek van deze adelsfamilie, hè? Die Loyolas waren, het waren geen Joden. Wordt veel op het internet beweerd dat Ignatius van Loyola een zogenoemde Crypto-Jew was. Ja? Dat is dus een Jood, die zich tot het katholicisme bekeert om Verfolging te ontlopen. Ja. Dat is niet waar, het is een oude adelsfamilie. In elk geval, die hebben dus deze twee boeken en de Bijbel. En in plaats van dat hij zich naar God keert, keert hij zich naar de mens. Learning against learning. Leren tegen het leren. Hij leest liever die boeken van de mens in plaats van het woord van God. Ja. En dat beïnvloedt dan ook zijn verdere leven natuurlijk. Yep. Oké, ik ga weer verder lezen. Dat beeld, dus die afbeelding van Sint Catharina en de boeken, dat was het leven van Christus en het leven van de heiligen, die bezorgden hem visioenen. Deze visioenen op hun beurt leidden hem ertoe om een proces te ontwikkelen, om zichzelf voor te bereiden en de ziel te bevrijden van alle niet ertoe doenende hechtingen. En nadat die hechtingen verwijderd zijn, om God zijn wil te zoeken en te vinden. Ignatius de Loyola noemde dit proces de spirituele oefeningen. En dit is een heel belangrijke punt, want dat is een van die boeken die hij geschreven heeft. En deze spirituele oefeningen maken vandaag de dag nog altijd deel uit van niet alleen de opleidingen van jezuïeten, maar ze worden ook gebruikt in elk ander priester- of pastorenseminarie. Dus van zodra dat ik in een of andere kerk ga, is het een protestantse kerk of een Romeins-katholieke, dat speelt geen rol. En ik wil dus bij de klerus horen, pastor of priester of wat worden, dat dan ook, dan ga ik in mijn opleiding deze spirituele oefeningen doormaken. En dat heb je niet alleen daar, maar dat heb je ook in het New Age systeem. Daar moet je eens een keer gaan naar, van Lucis Trust. Daar heb je ook zo'n organisatie dat zijn zo van die spirituele groepen. Daar word je ingedeeld, dat zijn groepen van 12 en één is de leider en aan die moet je alles biechten en zo verder en zo verder. En daar word je afgesloten, hè? Dat zijn dan die retreats, over die we later ook nog spreken in dat boek hier. En novena's, zogenoemde, hè? Dat zijn negendaagse dingen die daarbij gebeuren en zo, dat allemaal van die dingen. Daar gebeuren allemaal deze spirituele oefeningen. Dat ik dus op basis van mijn eigen imaginatie, mijn eigen voorstelling, visies moet ontwikkelen om Jezus te zien, om God te zien, om met God te communiceren. Dat is hun manier om te communiceren. En daarbij word je uiteraard geleid door geesten, waarvan zij beweren dat het de Heilige Geest is. En waarvan dat iedere bijbelgelovige Christ weet dat het gevallen engelen zijn. Ja, want dat hele, het is idolaterie om te denken dat als je jezelf voor 3 weken laat opsluiten in een kelder, dat er dan iets met je verandert in goede zin. Juist. Waarom zou dat werken? Ik wou ook over die spirituele oefeningen van Ignatius de Loyola. Jij kent ook dan die verhalen dat je een vrouw hebt
getrouwd in goed vertrouwen. Je hebt een kind gekregen en je staat vervolgens op de stoep met een koffertje. Dat vind ik ook een mooie spirituele oefening eigenlijk. Kan je ook mooi onthechten van al je... Hè? Toch? Ja, toch? Dat is, en die mensen gaan het dan doen in een hele dure kerk. Doe mij een kelder van een gebouw van 500 miljoen of zo. En dan stelt het wel wat voor. Gaat het ver? Ik geloof er gewoon niet in. In die oefeningen is er een leider die een recreatant, ja, een volgeling... Die neemt hem door 4 weken van intensief gebed, meditatie en dialoog met de gezegende maagd Maria. Jezus en God de Vader. Herhaalde repetitie van... Nou, daar kunnen we al bijna nu op gaan reageren, maar ik maak even de zin af, hè. De herhaalde repetitie van Anima Christi. En dat was Ignatius de Loyola, zijn eigen gebruikelijke gebed voor het gedesoriënteerd raken en zintuigelijke uitvalling. Het bloed van Christus. Oh, inebriate. Dan moet je mij even helpen. Die heb ik niet opgezocht. Wat is inebriate me? Blood of dat Christ. Dat is dronken, beschonken zijn. Dus, oh, maak mij dronken, het, ja. Het bloed van Christus bedwelm mij, zal ik zeggen. Bedwelm me, ja. Vertalen. En anima is dan... Ja, precies. Anima Christi. En dat wordt geadviseerd. En de eerste week, die wordt gespandeerd... aan het beschouwen en overdenken van je zonde. En dat moet levendige mentale beelden opleveren. Oproepen, ja. Van de hel in zijn hele diepte en breedte. En dat moet je 5 zintuigen stellen aan... Dan moet je 5 zintuigen stellen aan de dienst van uw verbeelding. Ja, precies, ja. Dus met andere woorden... Je zintuigen ondergesteld aan je verbeelding. Nee, ja. Kijk, je moet je dat zo voorstellen. Je valt in een soort trance. Hm. Je hebt bepaalde soorten visies. Dat je niet alleen dat ziet, maar dat je de hitte van de hel ook voelt. Hm. Dat je de rook van het vuur ruikt. Ja... Snapte? Ja, ja. Met al uw zintuigen, met de ogen, met de oren, met de neus, met de mond, dat je het proeft, met al uw zintuigen, dat je dat volledig opneemt. Je moet je daar volledig in op laten gaan. Voor zo'n mensen hebben ze de witte jassen eigenlijk uitgevonden. De witte jassen? Ja. Oh. Weet je niet, die jassen met die ze komen halen? Ja, 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 ja. De doktersjassen bedoel je? Ja, die zwangsjakken, zoals we dat in Duits noemen. Oh, Straightjackets. Straightjackets, dat bedoel je. Ja. Ja, ja. Voor zo'n mensen hebben ze zoiets eigenlijk uitgevonden. Mm-hmm. Maar dat probleem is dat mensen die zoiets doen, die jassen beheren. Dat is die wereld in die wij leven, Perry. Daar gaat het over, daar gaat het hele boek over. Eigenlijk, als je dat doet wat hier beschreven is, als je zo visies gaat waarnemen, als je daar zo in gaat... in gaat stijgeren. Ik weet niet of dat het juiste woord is in Nederlands. In gaat. Ik begrijp. Als je daar zo in opgaat, als je daar zo in laat vallen, dan zijn je eigenlijk rijp voor een mentaal ziekenhuis. Dat zou ik zeggen, ja. Dat probleem is dat die mensen die dat doen. Die mentale ziekenhuizen in onze wereld leiden. Dat is de punt die ik wil maken. Ja. Omgekeerde wereld. Ja, je zou willen dat wij geleid worden door mensen die weten hoe ze ons moeten leiden. In plaats van zich alleen maar zorgen te maken over dat de volgelingen zich en masse afkeren van hun idioterie.
Net zoiets als dat Rolling Stones, die hebben dan geen klanten meer. En dan word je verplicht om te gaan kijken naar de Rolling Stones. Dat is, ja, dan kan je natuurlijk ook een nummer 1 hit scoren. Maar dat is omdat iedereen verplicht moet kopen. En dat zijn ze aan het doen. Dat is erg dom. En ze krijgen niet eens ruzie met ons, mijn broeder. Ze krijgen ruzie met onze vader. Ik weet niet of dat voor mijn dood komt. Ik hoop het wel. Zou het leuk zijn om erbij te zijn. Doe ik nog mee ook. En de tweede week, ik lees weer even voor. Hè? De tweede week onderzoekt het leven van Christus tot aan Palmzondag. Waarmee, oh ja, inclusively, dus Palmzondag ook. Het is dan toen hij binnenkwam. Kan jij het verhaal nog even vertellen? Op Palmzondag kwam hij, dat is het verhaal van Hosanna, toch? Dat hij op een ezel of een muilezel in Jeruzalem kwam? Ik denk dat was waarom in Jeruzalem terecht kwam, ja. Ja. Nou, en de derde week, die gaat over de kruisiging. Waarin degene die de novice, die wordt opgedragen om zich voor te stellen hoe het is om Christus te zijn. Oh nee, om zich voor te stellen hoe Christus voor je hangt aan het kruis. En dat je met hem gaat beginnen te spreken. En dan moet je hem vragen. Oh, dan moet je jezelf afvragen. Wat heb ik voor Christus gedaan? Wat heb ik voor Christus gedaan? En wat doe ik voor Christus? En wat zou ik moeten doen voor Christus? En de vierde week, die houdt men zich bezig met de opstanding en de hemelvaart. En daarna gaat de novice, de in te leidende. Retraitant noemt het in Nederlands, volgens de vertaling. Ja, maar ik ken het op zijn Nederlands niet, dat woord. Maar. En die bidt dan. Scholier zeg dan maar. Ja, scholier, ja, student moet je misschien zeggen, ja. En die gaat dan bidden. Oi, oi, oi. Even denken. Was je help to guard myself? Hij bidt voor kennis van de misdaden van de hoofdrebel en hij bidt om hulp om zichzelf daartegen te beschermen. Nee, dit heb ik niet goed vertaald. Dit moet je mij even excuseren. Dit kan jij beter dan ik, denk ik. For a knowledge of the deceits of the rebel chief. De rebel chief, dat moet toch Satan zijn of zo? Of niet? ja, dus voor een knowledge. In ons vocabulaire, ja. Voor dat weten om de deceits is ja bedrogen. Ja. Ja? Dus hij vraagt dus om wijsheid. Tegen de bedriegelijke tegen de bedriegelijkheden van de hoofdrebel. En vraagt om zich daartegen te beschermen. Ja. En ook vraagt hij voor de wijsheid om het ware leven zeer te vereenvoudigen. In de enige soevereine en ware commandeur. En dat hem de genade kan deelnemen of wat dan ook. Ja, ik kan dat moeilijk vertalen hier deze zin. Weet je, sommige zinnen maken gewoon maar zin in Engels. Ik kan het ook niet helpen. Daarom heb ik dat boek nooit niet vertaald. Ik heb alleen een samenvatting gedaan. Dat is dat wat ik jou toegestuurd heb. En ik heb deze zin heb ik daar in feite niet gedaan. Maar ik ga eens niet kijken in hoeverre ik dat. Nee, ik heb dat zelfs niet vertaald, nee. En waar die zin mee afsluit, the grace to imitate him. Dat hij toestemming wil krijgen om hem te imiteren. Ja, om hem na te doen. Ja. En tegen de tijd dat de oefeningen afgelopen zijn, is de student gereinigd. Dan is de gereinigde
voorstelling, het verreinigde voorstellings, de gereinigde droom van de student, totaal gedomineerd van de afbeeldingen van Jezus die opgestaan is. Van het geestige beeld, hè? Ja. Van die visionen, hè? Ja. Die hem heeft, hè? Jezus de koning militant. En nu kan je iemand... Kijk, one can now answer the king. Oké. De rebel chief... Nu kun je de roeping van de koning beantwoorden... Ja. Om het protestantisme te veroveren... Ja. En zijn aanvoerder... Ja. Absoluut, nu snap ik hem, ja. 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 Weer niet zonder gemakkelijke zin om direct te vertalen. Maar, nee, dat kan in het Nederlands ook echt in 3 zinnen, hoor. met het zelflust, dat je niet om jezelf geeft het geloof van een concurrerende ridder. Iemand zijn bewustzijn is veranderd. Iemand zijn soul, iemand zijn ziel en zijn brein, die zijn gespoeld. Iemand zijn vrijheid is opgeofferd aan de autoriteit. Iemand zijn individualiteit is onderworpen aan de Christus van Rome. Je wil... Zo iemand heeft niet langer een eigen wil. Je bent vrijwillig. Je bent vrijwilliger voor elke taak. En het maakt niet uit hoe... Ja, adverse weet ik niet, maar adverse is niet per se goed, hè? Ja, je gaat je vrijwillig voor elke taak opgeven die je toegeschreven wordt. Ja. En het speelt geen rol hoe erg dat deze is. Ja, hoe adverse is hoe slecht dat in feite is. Ja. Slecht werk. Hier wordt voor de eerste keer beschreven wat in de opleiding van de Jezuïten een heel belangrijke rol speelt en wat dan ook later in de eed van de Jezuïten aan bod komt. Uh-huh. Namelijk de uitspraak perende ac cadaver. Uh-huh. Dat wil zeggen van, ik heb geen eigen wil, ik ben als een lijk, ik ben als een pop in de handen van mijn meester. Ja. En ik doe zonder eigen wil en eigen geweten alles wat mij opgedragen wordt. Mm. Ik zie wit als zwart en zwart als wit als de Romeins-Katholieke kerkenhierarchie mij dat zo zegt. Ja. Ja? Ik heb geen wil en geen geweten op mijn eigen niet meer. Dus mijn eigen individualiteit, zo staat een van die zinnen hier, once own individuality has been surrendered to the Christ of Rome. Mm. Mijn eigen individualiteit heb ik opgegeven aan de wil voor de Christus van Rome. Mm-hmm. En nu moeten we even gaan begrijpen dat de Christus van Rome niet de Christus van de Bijbel is. Ik weet dat. Maar de Christus van Rome is Tammuz. Mm-hmm. Het kindje, de zonnegod, mm-hmm. Het kindje van Semiramis en Nimrod. Ja, maar Nimrod was of de heropgestaande Nimrod. Ja. Sol Invictus, de onoverwonnen zonnegod. Ja. Daarom viert hij ook zijn verjaardag op de 25e december. Ja. Het is heel belangrijk, Pat. Veel om uitleg. Ja, ja. Het is heel belangrijk dat die mensen begrijpen dat de Christus van Rome niet de Christus van de Bijbel is. Mm-hmm. En hier ligt het geheim in verborgen dat het Romeins-Katholicisme niet het Christendom is, dat het Christendom uit de Bijbel is. Maar het Romeinse Christendom is dat gebaseerd is in Babylon. Ja. Daarom is deze kleine zin zo belangrijk. Ja. Het is alleen maar dat kleine woord, de Christus van Rome. Ja.
En mensen, als ze dat boek lezen, lezen daarover van, ja, de Christus van Rome. Ja, de Christus? Nee, de Christus van Rome is niet de Christus van de Bijbel. Precies. We spreken over twee verschillende Christussen. Ja. De Christus van de Bijbel is eens voor al onze zonden gestorven. Hm. De Christus van Rome wordt in de Eucharistie, in de Romeins-Katholieke mis, elke dag opnieuw geofferd. De priest roept hem met de Latijnse woorden hoc est corpus meum uit de hemel van zijn troon in een klein stukje brood en geeft je dat brood om te eten. Waar de Christus van de Bijbel gezegd heeft, dit doe in herinnering aan mij, leert de Romeins-Katholieke Kerk het dogma van de transubstantiatie. Ja. Dat betekent dat de lichaam, de ziel, het vlees, het bloed, de goddelijkheid en de menselijkheid van Jezus Christus overgeplaatst wordt in dat stukje brood en dat geeft deze priester jou te eten. Ja. Dat is dezelfde priester die in de tijd van Babylon de priester van Baal was. Ja, ja. Baal, ja. De zonnegod. En de priester van Baal, dat wordt priester in Chaldeus, dus in de taal van Babylon, noemt Kana. Ja, dat hoorde ik jou, heb ik vandaag van jou gehoord. Dat, je dat, op dat is met andere woorden, de priester van Baal is een Kana Baal. Kannibal, kannibal. Ja. Weet je waar dat woord nu vandaan komt? Ja, en de priester van de Romeins-Katholieke Kerk maakt ons allemaal tot kannibalen, tot namelijk menselijke vleeseters, indien zij met de transubstantiatie bepalen dat dat stukje brood dat jij in de mis krijgt en eet, het vlees, bloed, lichaam, ziel, diviniteit en menselijkheid van Jezus Christus, al in één is. Yep. En daarbij speelt het geen rol of dat jij dat gelooft of niet. Want een ogenblik, als je aan deze traditie, aan dit sacrament deelneemt, eer je de God van Rome. En als je een reservatie inhaalt en zegt van ja, maar ik doe dat wel, maar ik geloof dat niet dat dat transubstantiatie is, dan ben jij van de Romeins-Katholieke Kerk vervloekt en ben je een heretica, een ketzer en kom je buiten het domein van de Romeins-Katholieke Kerk te staan en mocht jij afgemaakt worden. Nou, dat is goed nieuws voor mij. En volgens het vierde Laterane Concilie is het een goede daad, een meritorious work, zoals ze in Engels zeggen. Aha. Ja? Aha. Een werk dat merit oplevert, dat dus een voordeel oplevert voor jou, als je een heretica, een ketzer, doodt. Een goede daad, zeggen wij. Ja. Ja, en dat is dus vandaag de dag nog altijd Romeins, katholieks, kanons recht. Ik moet ook zeggen dat ik heb allemaal vriendinnen gehad uit Brabant. Die zijn allemaal katholisch geweest, ook allemaal katholieken. En er was er eentje bij en die had zo'n strenge vader. En die werkte ook bij Philips Eindhoven, van die lichtlampjes dingen. Zo. En dat was een beetje een rijke man, en altijd naar de kerk. En ik ging in die tijd nooit mee. Want het was voor mij Babylonisch. En toen later kreeg ik een vriendin uit Made, ten noorden van Breda. En toen ben ik voor de gezelligheid 1 of 2 keer wel mee geweest, moet ik je eerlijk zeggen. Maar dat was gewoon, we gingen met de hele familie en ja, ik was degene met het rijbewijs en ik had de auto. En dan heb ik ook zoiets van, ja, dan ga ik ook wel mee naar binnen toe. Ik denk wel een beetje aan Jezus. Dan krijg je zo'n koekje in je hand en ja, je loopt er weer uit en daarna dan gaan we weer thee drinken of wel. Ik heb me er verder niet zoveel van aangetrokken. En volgens Calvijn mag dat niet. Ik snap al wat hij bedoelt. Je moet er niet stiekem aan meedoen of zo. Maar ik vond het toen geoorloofd vanwege de familie.
van toen. Ik ga weer verder, ja. Ik vond het gewoon even heel belangrijk, Perry. Sorry dat ik die punt daar echt eens een keer... Mag door. Ja. Ik vind het echt eens een keer belangrijk dat men als luisteraar van deze video, toeschouwer van deze video, lezer van dit boek, het heel goed begrijpt wat hier met zeer weinige woorden, zeer intens eigenlijk gezegd wordt. Ja. Dit is exact dat waar Jezus ons voor gewaarschuwd heeft. Ja. Hij heeft gezegd van, als ze zeggen, daar is Christus, of daar, ja. Geloof het niet. Nee, daar niet naartoe. Nee. Er zullen velen komen in mijn naam die zullen zeggen van, ik ben Jezus. Mm-hmm. Dat zijn allemaal antichristen. Ja. Dat is waar Jezus ons voor in de Bijbel al gewaarschuwd heeft. Ja. En dit is hier, en dat is eigenlijk dat prachtige aan dit boek, zo verborgen in 2-3 woorden, in een redelijk kleine zin. Ja. En daarmee komt heel goed dat tot uiting wat ik altijd bedoeld heb als ik zei, dit boek moet je niet alleen lezen wat er geschreven staat, maar je moet vooral tussen de regels lezen. En je moet leren deze regels te interpreteren en te verstaan. Mm-hmm. En daar hoort dat bij. Oh. Als iemand tegen u zegt, ik geloof in Christus, dan is het belangrijk om te weten, gelooft hij in de Christus van de Rome, of gelooft hij in de Jezus Christus van de Bijbel? Nou, En als hij u daarop antwoordt, dan is het nog belangrijker om te weten of dat hij mentale reservaties aanvoert of niet. Mm-hmm. En daarvoor moet je die mens kennen. Want zo kan iedereen dat tegen u zeggen. Ja, dat lijkt me wel, ja. Oké, ik lees even pagina 29 af, want we zitten al boven het uur. Mm-hmm. Sorry daarvoor. Nee, jouw schuld niet. Misschien mijn schuld wel. Maar we moeten het een beetje compact houden. Want dan trekken we zoveel mogelijk luisteraars. Nou, Maarten Luther. Die heeft in de gevangenis gezeten. Nee, die zat in de gevangenis. Omdat hij zijn 95 stellingen had gespijkerd op die kerk in Wittenberg. Mag ik even invallen? Ja. Die jaren dat Loyola benodigd had om zich te recupereren van die kanonbalaanslag op zijn been, ja. Die heeft Martin Luther doorgebracht in het Wartburg. Dat is echt ongelooflijk toeval. Op de Wartburg om zijn omwille van dat hij het pausdom beledigd heeft met het aanslagen van de 95 thesen. Aan de kerkdeur in 1517. Ja. Nu, hij was niet in de Wartburg omwille van dat hij die 95 thesen aangeslagen heeft. Dat is niet correct wat Tapassos hier zegt. Okay. Hij was daar omdat hij al die schriften, die hem tot last gelegd werden, in Worms, op het Konzil van Worms in 1520, omdat hij die niet herroepen heeft. Daar horen die 95 thesen bij. Maar dat is ook werken gelijk van de Babylonische gevangenschap en dat aan de Duitse adel voor de christelijke, aan de christelijke stand, wat ik daar juist opgezomd heb. Hm. En nog andere werken die hij in die tijd en daarvoor geschreven heeft. Al deze werken moest Martin Luther in 1520 in Worms herroepen en heeft het niet gedaan. En daarom is hem naar het Wartburgkasteel gegaan. Hij is daar min of meer naartoe ontvoerd geweest. Ja, dat heb ik gezien. Dat is een mooie film. Heb op jouw advies gekeken. Voor iedereen. Dat is Luther 2004, als ik mij herinner. Goed herinner. Ja, die film noemt gewoon Luther, maar is van 2004 met Ralph Fiennes in de hoofdrol. Ja. Mooie film. Ja, en er zit ook mijn favoriete Duitse acteur, die ook Hitler gespeeld heeft in die Untergang. Bruno Ganz. Die speelt er ook in. Ja, er spelen veel mee. Veel goede Duitse acteurs. Gaan we door. Een Ochsenknecht speelt er mee. En die oude Fürst daar, dat is ook zo'n, zo'n heel oude Duitse bekende acteur. Dat is een film die is goed gespeeld en goed gedaan en goed gemaakt. Maar het punt is dus, hij was op die Wartburg niet gevangen genomen. Hij was in die op de Wartburg eigenlijk in zekerheid gebracht voor de jagers van het pausdom. Mm. Die natuurlijk, nu was Luther, we hebben daar in Duits één woord voor, ik weet niet hoe je dat in Vlaams zegt, vogelvrij zeggen we dat. Vogelvrij op zijn Nederlands.
Ja, dus oké, okay, hetzelfde. Ja. Dus bij wijze van spreken, als je hem ziet, mocht hem doden. Mm-hmm. En je krijgt daar zelfs nog een prijsgeld bovenop. Want Luther was vogelvrij verklaard voor de Romeins-Katholieke Kerk. En hij werd op die Wartburg eigenlijk in zekerheid gebracht en heeft die tijd dan daarmee doorgebracht om daar die Bijbel in het Duits te vertalen in den tijd. Ja. Dus dat was niet alleen voor de 95 Thesen, daar moeten we eventjes dieper op ingaan. Het gaat over alle schriften die hij tot 1520 openbaar gemaakt heeft. En dat was een pak meer als alleen maar die 95 Thesen. Ja. Maar alsjeblieft, doe voort en dan kunnen we op het einde van deze pagina een pauze maken voor de volgende keren. Ja. Ja, en terwijl de ene mystische visioenen had. Ja, bemerkenswaardig, hè? Ja, bemerkenswaardig. Hele, ja, de ene gevangene ervaart mystische visies die hem absoluut dwingen om De eer van de kerk te verdedigen in een romantische en ridderlijke manier. Goed zo, ja. In de romantische en ridderlijke manier van de tempelridders. Tempeliers, ja. Van de tempeliers, ja. Was de andere bezig met met de miraculeuze toestemming van zijn behoeders, ja. Het Nieuwe Testament in Duits te vertalen, zodat de gewone mens leren mogen wat de wil van God is op de directe weg. Ja. Namelijk via het lezen van Gods woord in die taal die ik versta. Ja, ik begrijp het. En deze, ik lees even voor. Maar deze parallellen, gelijktijdige vragen voor heiligheid, zouden het moderne leven definiëren. Nee, zouden het onderliggende conflict van het moderne leven definiëren. Welke meester dien ik? Rome of het woord van God? En dat is een zin die men zich absoluut moet gaan aankleuren in dit boek. Ja. Geweldig. Het staat in de Bijbel al geschreven. Ik kan geen twee heren dienen. Jezus heeft het al gezegd. Mm-hmm. Ik moet een besluit pakken. Mm-hmm. En over dit, welke meester dien ik? Mm-hmm. Rome, de antichrist of Christ? Ja. Dat is een onderwerp, daar kunnen we niet alleen uren, dagen, weken of maanden, nee, daarover zouden we de rest van ons leven kunnen bezig zijn, om dat uit te leggen. Tom Fresh is met dat onderwerp al meer dan 10 jaar met zijn Ministry van Inquisition Update bezig, om dat te doen. Yep. Want uiteindelijk, Perry, zijn we allemaal hypocrieten. En dienen aan de ene kant de master van Rome door in deze wereld te leven en ons geld te verdienen en belastingen te betalen. Ja. Met die belastingen worden oorlogen gevoerd tegen onszelf, tegen mensen onze broeders. Die God van God echt volgen, onze broeders en zusters. Ja. Worden wij vergiftigd door de levensmiddelen, door de voeding die wij in ons opnemen, door dat water dat vergiftigd wordt en alles erop en eraan. Dus we dienen aan de ene kant Satan en de vertegenwoordiger van Satan hier op aarde, de paus. Aha. Maar we aan de andere kant Christus bekennen. En we zeggen van sola gratia, sola scriptura, sola fide, sola Christus. En alle eer aan God. Ja. En toch dienen wij twee masters. Twee meesters. En dit, Perry, is voor mij een meer en meer ondraaglijk wordend conflict. Ja. Ja, dat begrijp ik. En de bedoeling is dat wij de strijd overlaten aan de jongelingen. Dat zeggen de oude Chinezen. De jongelingen kunnen niks voor mij doen, alleen Christus kan alles voor mij doen, maar dan moet ik mij voorleven. Ja, en dan kan ik niet in dit systeem blijven functioneren en leven.
Daar komt het op neer. Maar ik zeg het, daar kunnen we jaren over spreken. Ja. Ik heb ter afsluiting nog twee hele korte vragen aan jou, als je er nog tijd voor hebt. Tuurlijk. Ja. En de eerste die gaat over Sheikh Imran Hossein. Dit is dan even ter afsluiting van deel 1 van uitzending 168. Ik denk die volgende 169 gaan noemen. En in het volgende deel praat ik nog even door met Jurk Liesman. En het gaat niet over rulers of evil, heersers van het kwade, van Frederik de Persorsi. Maar dan gaan we het hebben over Sheikh Imran Hossein. En dat spel je dus zo, dat kan je zo vinden hoor. En die man die geeft van die lezingen. Dan wil ik het gewoon, ja, ik wilde gewoon weten wat Jurk daarvan vindt. Want ik vind deze man niet per se liegen. En ja, je moet maar luisteren wat Jurk erover te vertellen heeft. Dat is heel erg zinvol wat hij daarvan meldt. En dan de volgende die ik met hem bespreek, dat gaat hierover, over de platte aarde. En daarin blijken Jurk Liesman en ik ook op één lijn te staan. Dat is denk ik een heel interessante, die volgende. Dat wordt 169. Ja. Dat is op zijn Hamburgs, dus er alleen maar even pauze hoor. Maar op zijn Hamburgs zeg ik het toch. Tjus en dag liefjes.